Zo'n 70 jaar geleden was het dier bijna uitgestorven. De Nederlandse landgeit. Liefhebbers zijn gaan fokken en dus groeide het aantal geiten. Maar ook het aantal liefhebbers nam toe. Vandaag kwamen ze bijeen in Noordijk bij Neede voor een geitenkeuring. Dat is een mooie kop, want die is mooi breed en kort. En een mooie ronde neus, een bolle neus. En, dat is, en korte oortjes. En dat is belangrijk bij de Nederlandse landgeit. Ja, het zijn hele mooie geiten. Het zijn mooie robuuste geiten. Dat is ook de reden dat wij landgeiten hebben. Ja, en er staat wat. Kijk, karakter is een geit, die is ook eigenwijs. Ik ben ook gewoon een beetje eigenwijs. En soms zijn ze heel lastig, omdat ze zo eigenwijs en bij de hand zijn. Maar dan maakt het ook leuk. De landgeit werd vroeger ook wel de koe voor arme mensen genoemd. Makkelijk te onderhouden en doet of levert hetzelfde als duur rundvee. Bovendien kunnen ze heel goed tegen het Nederlandse klimaat. Met name door een aantal lichaamskenmerken, en dat is met name de beharing. En ook een soort onderwol en een grote dekvacht. Dus als het regent loopt het water eraf en het wol daaronder houdt het dier warm en droog. Dus maakt het de landgeit niet uit of de zon schijnt. De liefhebbers vanochtend wel. Die zien onder het zonnetje hoe verschillend de dieren kunnen zijn. De Nederlandse landgeit mag in principe alle kleuren van de regenboog hebben. Natuurlijk niet groen en geel, maar gewoon natuurlijke kleuren. Dat is toegestaan. En dit soort keuringen zorgt ervoor dat de landgeit als ras niet meer verloren kan gaan. 70 jaar geleden waren er nog maar een paar. Inmiddels zijn dat een paar duizend.